Hey, goedenavond en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Jenno, daar is Jolien. Ja, hallo. En wij zijn onlangs naar de Lidl gaan shoppen en daar heb je zo'n slim kookboek. Ja, we waren dus gisteren in de Lidl en ik had dus nog nooit eerder gemerkt dat ze een Lidl kookboek hebben. Dat is ook iets nieuws volgens dus, mij. Ja, ik weet het eigenlijk niet, maar dus ik heb het wel direct aangekocht. Het was ook super goedkoop eigenlijk. En het is een, zo'n leuk kookboek. Het is allemaal heel erg goed uit. Allereerst heb je een heel erg uitgebreide inhoudstabel. Dan kan je echt zien per ding, want hier is het ontbijt, allemaal toffe ontbijtjes. Ja, het leuke daaraan is, het zijn niet alleen maar leuke gerechten die er allemaal in staan, want er zitten echt wel leuke dingetjes tussen, die je allemaal kan maken, en dat is nu het leuke, met producten en ingrediënten uit de Lidl. Dus eigenlijk alles wat hierin staat, en we zullen even overlopen, we hebben 400 gram penne nodig. Ja, voor dit gerechtje natuurlijk. Dus hebben we penne in huis gehaald, ik heb alle winkelzaken penne. Ja, dit komt uit de Lidl. Dan hebben we ook nog peper en zout nodig. Hebben we dat ook uit de Lidl? Yes, dat hebben we ook. Dan hebben we walnoten nodig. En ook die zijn uit de Lidl. Dan hebben we 2 teentjes knoflook. Teentjes apart verkopen ze niet, maar ik heb dus wel een volledige knoflook. Oké, okay, goed. In deze liter olijfolie. Dat hebben we ook nodig. Dan een plantje peterselie. We hebben een bio-plantje peterselie zelfs. Alright. Organic. Perfect. Dan hebben we nog de anchovies nodig, want die hoort ook bij het gerecht die we gaan maken. Anchovies? Yep. Ja. En dan nog een handvol rucola. Het is een zakje vol rucola geworden. Ja, maar daar kunnen we weer iets anders mee maken natuurlijk. En nog de kaas, en hoe heet die? Parmigiano Reggiano. Heel grappig, want in het boek staat hier 100 gram Parmigiano. Dus ik was echt op zoek naar Parmigiano. Zijn Parmigiano gevonden. En Reggiano stond nog apart, dus dat gaat de Reggiano eigenlijk een apart ingrediënt was, maar eigenlijk is dat één ding. Ah ja, Parmigiano, Reggiano. Maar dat is heel handig, want vaak heb je in een kookboek dat je ingrediënten erin staan die je nog nooit ergens hebt gezien, of die heel erg moeilijk kunt vinden. Ja, waar ga je dat nu eigenlijk vinden? Ja, en hier kan je alles kopen. Het leuke is gewoon, alles wat hierin staat, is ook gemaakt met de producten uit de Lidl. Dus hoe dat hier op de foto uitziet, zo zou het er ongeveer ook moeten uitzien als je met de producten van de Lidl het gerecht namaakt. Ja, dus ik denk dat het ons wel gaat lukken. En is het ook iets moeilijk? Wat is de eerste stap die we moeten doen? Gaar de penne in kokend gezouten water. Even kijken of het water hier al aan het koken is. Nee. Nee, nog niet. Even wachten. Even wachten dus. Hè. Ja. Dan stap 2. Mix ondertussen de noten met de olijfolie, knoflook en peterselie. Zullen we dat anders doen? Ja. Maak het trouwens deze simpele pasta met walnoten. Zijn de teeltjes look al gesneden? Ja, die zie ik hier nu, die 2. Ja. Die moet je in een kommetje doen. Ja, het kommetje is hier. Dus, zo. Dus 2 teentjes look. Dan doen we gaan walnoten. Dit is net 200 gram. Dus die moet er ook in. Walnoten. Ja. Ik heb een parapijl. Dus dat is ook wel gewoon graag. Ja, ik heb een parapijl voor de achter. Oh ja. Dan moet ook nog een beetje peterselie bij. Knoflook heb je net erbij gedaan, toch? Maar kijk hoeveel peterselie. 1 plantje peterselie. Dat kan een beetje peterselie. Ziezo. Dan heb je zo een kommetje. Ja. En dat mag je nu mixen, hè? Ik moet ook nog olijfolie bij doen, hè? Ah, oké. Okay. Ik moet 1 deciliter olijfolie. Alright. Oké, een beetje olijfolie erbij. Een beetje veel. Dan mixen. We doen het trouwens niet met penne, maar met macaroni. Maar volgens mij is dat even lekker. Dan even het deksel eraf doen. Oeh, het is hier goed aan het koken. Zo. Alles in de pot. En nu maar een beetje pruttelen. En het deksel eruit. Dus dat heb ik er ook een breitje gemaakt. Het ziet er zo uit. Het ruikt wel heel erg lekker, hè? Vind je? Ja, look. Ben je daar een fan van? Ja, look? Ik vind look heel erg lekker. Dus, we zien daarom dat ik het lekker vind te ruiken. Die zitten in een pan een beetje te bakken. Terwijl ze pasta hier aan het koken, zeker? Ja, even opnieuw, want het was een beetje overgelopen. Het was te veel water gedaan. Maar ja, het is nu weer opgelost. Dan onze vierde stap is werk af met gesnipperde rucola en parmezaanse schaafsel. Dus kan je al eerst de rucola
fijn maken. Een handjevol of zo, hè? Ja. En wat voor ding, toestel is dit eigenlijk? Dit is een versnipperaar. Oh. Een verhakker voor groentjes. Hmm. Dit zijn eigenlijk mesjes en dan doe ik dat daar allemaal in een potje. Als het erin past tenminste, want ik heb een beetje veel gedaan. En dan zet ik het dekseltje erop. Ja. En dan? Die heb ik er goed op zit. Ah, moet je draaien. En zo versnipper je het eigenlijk. Ja, je maakt het zo fijn. Ik vind dat wel iets handig. Dat is handig, ja. En dit is het resultaat. Ja. Het ruikt wel lekker. Ja, vind ik ook. En we moeten ook nog Parmigiano Reggiano schaafseltjes hebben. Dat is Jeno nu aan het maken. Het ziet er lekker uit. Kaas, ik ben dol. Ja, misschien moet je toch horen straks ook nog wel even uitleggen hoe je dat precies doet. Dat doen we gewoon met een aardappelmesje. Een dunschiller is dat, ja. Een aardappelschillertje. Of een dunschiller. Wat je, hoe je het ook kan noemen. Kijk eens wat voor mooie schilfjes aan eruit komen eigenlijk. Yummy. Zo, de pasta is klaar. Ja, even afgieten. Zo. Het is wel nog veel pasta hoor, twee personen. Eigenlijk is het ook een receptje voor vier. Zo, daar kun je misschien morgen nog van eten. Wie weet. Kijk, dus zo ziet het er nu uit. Hier zit ook onze saus voor de pasta, dus die ziet er ook heel lekker smeuig uit. Zal ik ze erover doen of ja, wil je het gewoon op je bord doen? Van mij mag je het er gewoon over doen hoor. Ja? Ja. Ziet er lekker uit, hè? Mm-hmm. Zie je zo, het zit allemaal mooi onder elkaar. Dan gaan we dit nog een beetje afwerken met de kaasschilfertjes. Ja. En de anchovis zal ik voor alle duidelijkheid er pas bij doen wanneer ik het op mijn bord heb. Want niet. Jolien is een vegetariër, ja, en zij dus totaal geen vlees of vis. Nee, inderdaad. En kijk eens hoe mooi het er nu uitziet. Ja, het ziet er wel lekker uit. Chic, hè? Echt. Zullen we het op een bord doen? Ja. Wat hebben we het hier gezellig gemaakt, ja, al zeg ik het zelf. Ja, het ziet er echt heel zo leuk. Ziet onze kommer uit. Ja, het ziet er toch echt mooi uit, hè? Mm-hmm. Je mag lekker gaan eten, want het ruikt heel lekker. Ja, schep maar gezellig op. En dan heb ik hier nog de anchovisjes apart gezet voor mij. We hebben hier ook nog wat kaas met de rasp, voor wie nog wat extra kaas wil. We hebben er een lekker wijntje bij genomen. Lidl heeft trouwens ook heel lekkere wijnen, hè? Ja. En nu gaan wij lekker eten. Smakelijk! Smakelijk! Vond je het een lekker gerechtje? Ik vond het super lekker, echt waar. We hebben eigenlijk ook een trui aan van Lidl, hè? Van de Heidi Klum collectie, ja, toen klopt. Geweest. Ja. Dus, ik ben heel erg tof trui. Ik heb die ook nog in het blauw, dus ik zat tof van. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als jij het gerechtje ook zo lekker eruit vindt zien, doe dan zeker de duimpjes omhoog. En je kan dat ook natuurlijk zelf ook nadat het namaken als je ook het kookboek halen in de Lidl. Ja, als je het kookboek haalt, dan kan je het ook namaken inderdaad. Succes ermee, mocht je er aan de slag mee gaan. Het is heel erg gemakkelijk, wij kunnen het zelfs. En ja, en wij gaan binnenkort ook nog wel eens een ander receptje maken uit dat boek, want er zaten toch wel zoveel leuke dingetjes bij. Zowel voor de ochtend, als voor de middag, als voor de avond. Ja, en jullie vragen echt heel erg vaak welke dingen wij eten. Dus nu hebben jullie het gezien hoe dat we het klaarmaken en welke lekkernijen wij eten. Ja, en je weet het, het kan allemaal heel gemakkelijk en heel goedkoop bij de Lidl. Hè? Ja, ik haat zo van die... En die vandaag zo het kookboeken waar je de helft niet eens van begrijpt wat erin staat. Of ook gewoon van die ingrediënten dat je nergens kan vinden. Ook al, dat ligt gewoon een raam. En nu vind je het gewoon allemaal in één winkel. Vind ik wel handig. En in diezelfde winkel vind je ook nog eens het kookboek. En het budgetvriendelijk. Dus zo, ben je. Ik dacht ik ga een beetje weer licht maken, maar ik druk het verkeerde lichtknopje aan. Dat is echt zo een klein standje meer licht. Maar... Het maakt een groot verschil. Maakt het een groot verschil. Maakt een groot ben je nu veel gelukkiger. Ja. En zeker als we een lekkere pasta. Ja, ik heb echt veel te veel eigenlijk gegeten. We hebben bijna alles opgegeten. Er is echt nog een heel klein beetje over vanmorgen voor nog één persoon. En dan ga ik opeten. Ha!
Afgesproken. Ik heb het ook allemaal klaargemaakt. Jij was assistent vandaag. Excuseer. Ik denk dat ze... Jullie hebben het trouwens ook gezien. Ik heb alles klaargemaakt. En jij was mij aan het assisteren. Ja, toch wel ja. Maar ik was ook aan het vloggen terwijl. Dus ook... Ja, ik was aan het koken. Dus ik was bezig. En jij was aan het assisteren. Aan het niet heel veel doen dus. Dat zeg ik nu ook niks meer. Heel graag. Tot de volgende vlog. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.